Bij deze nieuwe video GTA 5 natuurlijk. En ja, ik heb mijn oude huis verkocht voor deze garage. Er kunnen 6 auto's in. En ik moet zo snel mogelijk level 33 worden. Ik ben pas 29. Dus dat is fucked up. Oh kut, dat was niet mijn bedoeling. Fuck. Deze auto heb ik ook al lang niet meer gebruikt. Oh nee, ik moet die andere nog pimpen. Dat ging ik doen. Oh ja, met armor. Oh, dat ben ik helemaal vergeten. Piep, 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 piep. Ah. Een hele remsporen. Boom, zei de bitches in the don't think that I like. Deze moest nog pimpen. Kijk, deze heeft nog geen aan de achterkant van die stal 10 jaar bescherming. Die had die ander wel. En dat was ik even vergeten. Het zijn niet dezelfde auto's, het zijn wel twee muscle cars. Hallo? Quite a digital footprint. Even snel. Dichtbij zijnde. Oh, hier ben ik. En daar is er een. Dan moet ik echt geen ongeluk maken, anders ben ik alleen maar meer geld kwijt. Ik kan nog slecht rijden. Had ik dat nou net niet gezegd. Kom op. Dat is echt kut. Hey, dit is toch de motor? Is dit de motor? Wat is dit? Oh, ik dacht dat dit wat was. Nee. Oké. Tirana. Hey, sportschool in de buurt. Oh, ik moet echt leren beter rijden. Oké. 3, 2, 1. Here for the magic touch. Armor. Oh, heb ik al. Heb ik al. Heb ik ook al. Wat? Wat is dat dan? Kennen jullie dit? Dit hebben jullie nog nooit gezien. Welk level moet ik daarvoor zijn? Oh, 39. Deze? 30. Oh. Nee. Kijk, deze wil ik graag hebben. Die daarna komt. Maar deze, die kan ik level 33. Staat er. Deze 41. Nee, geen muziek. Wat is dit?
I don't know. Nee, oh, zullen we een roze maken? Zo is hij ook al zo vet, zwart-wit. En hoe staat hij met de roze? Roze met wit. Zullen we die onderkant ook maar gewoon... Oh, deze kan ik niet. Paars kan ik wel. Zit hier geen roze tussen? Ik zoek alleen roze. Dit is lichtroze, dan moeten we... En dit? Dit is roze. Gekocht. Nog gaan we hier onderkant doen. Oh shit, zwart en roze. Doen of niet doen? Misschien... Oh, ik kan ook helemaal roze. Is dat sick? Nee, ja. Dan moeten twee verschillende kleuren zijn. Dan is zwart en roze denk ik wel het vetst. Ik doe denk ik zwart, ja. Zwart. Wat is dan die laatste? Oh, oké. Okay. Nee. Bieden. Even kijken welke wielen hierbij passen bij deze auto. Deze passen erbij. Of deze. Deze, ja. Oké. Okay. Even kijken. Want er zijn de wielen nog, ja. Windows. Ja, zo. Armor. Heb ik. 20%. Wat is dit? Voltec. Oké, dit is hem dan. Wat is dat licht daar? Ah. Ik weet niet wat ik hierbij, alleen weet ik niet wat ik daarbij moet doen. Maar weet je wat we wel lekker gezellig gaan doen? We gaan uitstappen. Pakken een mooi wapentje. This is way insane. Fucking whatever. Doe het, ja. Dank je. What do you want? Are you kidding me? What do you think I'm doing? Nou, ik wil geld. En dat ben je nu aan het doen. Stop shouting! I can't move any faster! Ik ga even achter de kassen komen, hè? Now get the hell out of here. Je hebt toch geen leven. Heeft ze ook nog geld voor mij? Rennen, G. Rennen. Oh, de politie is er. Ik snap er weg, weet je hier. Burgemeester. Rijden. Oh, oké, als ik heel snel ben. En dan krijg ik ze kwijt, kan ik garage in. Kut helikopter! Ik hoef me heel veel vol te houden. Nee. Nu niet. Ja, hier naar rechts. Ik ga hier naar rechts. Kut, ze hebben me alweer gezien. Oh, ik was zo dicht bij mijn garage. Dan maar deze weg.
ik heb net gepint, snoop ik hem al zo wat. Doei Popo. Ik vond het een leuke tijd met elkaar. Maar ja. Godverdomme. Ah, dan ga ik hem zo naar mijn huisje. Nee, niet daar. Dat hoeft dan... Ja, wow, ik ben de politie kwijt. Wauw. Geen kif. Gelukkig. Dikke drift. Oh, wow. Wacht, ik kan... Waarom zo als het ook zo kan? Oh, wacht. Dat kan. Wat een glijmachine. Het klonk heel smerig, I know. Oh, kut. Nee. Hoeveel geluk kan je hebben? Nou, als ik deze auto even thuis heb afgeleverd, gaan we een game doen. Kind alleen nu welke. Met welke krijg je echt veel XP? Dan vraag ik me al af, welke game geeft extra veel XP? Want ik wil graag heel snel even opkomen. Oh, werkt het weer eens niet? Nee, werkt het weer eens niet? Nou, dan doe ik het gewoon nog een keer. Te vaak? Oké. Ja, ik dacht dat. Als je een garage kijkt hoeveel brandsporen. Nou. Waar heb ik eigenlijk. Ik heb eigenlijk ook al zin om te racen. Maar dat doe ik zoveel. Een missie. Ik ga een missie spelen. Ik hoop dat ik gewoon veel geld en ja, de andere krijg. Zo. Ik zet de muziek uit. Zo, pardon. Waarom? Oh, wacht. Gelukkig deed ik de microfoon weg. Anders hoorde ik jullie echt. Als jullie nou eens een keer film hoe mijn huis eruit ziet, moet je het gewoon even in de comments zetten. En dan laat ik even zien hoe ik eruit zie en mijn huis. Als jullie dat willen. Zie je dat weer? Kijk, zie je? Ik ben al van 29. Als je nu zo kijkt. En dan komt dit moment. Ik zit bijna in 30. En dan moet ik nog 3 levels. Deze missie ken ik nog niet. Nee, ik kan bijna niks uit het spel. Nou, niks ook weer niet. Kijk, iemand van level 15 die weet hoe die denk ik zo'n game aan krijgt. No cash. Kom op. Moet iedereen per se meedoen? Nee toch. Invite player. Kijk, nu zie ik er zo uit. De meeste mensen zien er gewoon normaal uit. Normaal. Ik ben de enige met een masker. Huh? Hardware account. Een vliegtuig, helikopter, een boot en een auto die wel wit gekleurd is.
Dat is van grijs. Shooting, heel laag. String. Stamina. Wat is die bovenste? Metaal. Staten. Normaal. Pro. Driving. Oh, pro racer. Oh, met autorijden ben ik pro racer. Oh, dat wist ik niet. RC pilot. Flying. Nee. Nee. Stealth. Loud. Oké. Ik snap je even niet. Stouting. Spy. Als ik het verkeerd lees, ik heb dyslexie meer complex. Dus ik zeg wel eens dingen van, what the fuck? Wat zeg je, Dave? Nou, dat is mijn eigen woordenboek, zeg ik altijd. Oh, ik heb het koud. Ah, fuck, mijn microfoon verbrak. Ja. Gaan we nog beginnen? Weet je wat ik het allerergste haat aan GTA? Het zijn meerdere dingen, maar... Dat bijvoorbeeld, dan is iedereen gejoined en dan is hij aan het tellen. En dan doet de lid het de tijd opnieuw. Ik weet niet of dat expres gebeurt of dat het niet werkt iets. Dat de mensen dat doen. Maar ik vind dat behoorlijk vervelend. Echt behoorlijk. En daar heb ik echt een hekel aan. Hekel zeg ik je. Oh my god. Nou, ik kan ondertussen wel vertellen wat ik allemaal voor sport doe. Nou. Mijn eerste sport dat ik vroeger toen ik 6 jaar was begon te doen was mountainbiken. Doe ik nu nog steeds. En ja, ik heb het heel erg naar mijn zin daar ook. En oh, we beginnen lekker. En ik doe wedstrijd zwemmen, dat doe ik pas een jaartje. Als je niet weet wat dat betekent, dat is wel een beetje vreemd als je dat niet weet, maar oké. Een wedstrijd zwemmen. Jullie traint voor een wedstrijd om te zwemmen en dan doe je een wedstrijd. Ik ben Katje. Huh. Kan ik ook een andere kop? Zullen we even kijken? Wacht, hier. Ready to play. Welke game is dit? Welke ben ik? Oh, de voorste natuurlijk. Oh, what? Wat? Oké, die ene was fucking ziek. Dat masker, jongen. Hop, die. Ik ga zo meteen kijken voor dat masker. Die van... Eeuw. Ik zie er echt kapot ranzig uit. Oh, deze ken ik geloof ik wel. Ja. We moeten eerst naar hen toe rijden. Rijden. Ik zei rijden. Teringhond. Mensen haat ik. God, nee! Oh, oké. En dan staat er bij mij pro-driving. Nou, voor mijn level misschien, maar als ik zelf... Hij. Boom, bitches! Boom. Zag die klappen. Moeten we die stelen? Denk het. Ik ga er gewoon voor staan. Of zo. Of ik doe dit. Oh yes, het heeft zin. Ja, gast. We moeten die auto denk ik stelen. Dit gaat helemaal fout. Yes! Yes! Oh my god. Ik zag het gebeuren. Ik zag het gebeuren. In één keer... Ik dacht, ik ga er aan tussenin. En is dat vast. Toen was hij dood. En die auto stond toen een fake. Dus eerst dacht ik, kut, nu hebben we het niet gehaald. Toen leek dus dat we het gehaald hadden.
Is er nog een ronde? Of mogen wij... Oh, kut. Ik zit toch niet... Godverdomme, ik zit in een hoerenbus. Nee. Nee. Ik ga gewoon de berg in. Hebben wij geen voorsprong? Oh, ik moet hem daarheen brengen. Oké, gassen, gassen, gassen. We hebben een voorsprong. Oh ja, nu beginnen hun. We zijn natuurlijk vier keer zo snel. Maar als ik gewoon tempo erin hou... Speed. Oh, speed is nog niet te hoog. Kutzooi. Kom dan, hè. Zijn ze vijf. Ik heb hier geen woorden voor. Nee, geen woorden. En waarom moest ik hem zijn? Waarom ik... Wow. Wat voor sarcasme is die dan? We hebben toch alle twee één keer gewonnen, ons team? Of nee? Ik lijk het. Oh, ik heb... Hè? Ik heb... Oh, wacht. Ik sta derde. Met €400. Brr. Ik moet die doen. Ik even racen, jongens. Even racen. Even racen. What the fuck? En ik er komen zo roze die beginnen uit te schreeuwen. Fuck you, fuck you, fuck you. No. Volgens mij is je Engels te gast. Oh, volgens mij schoot hij mij uit een bak en andere koos. Oh my god. Doe ik het daar maar. Ding. Ik wil gewoon beginnen. Oh, 9 seconden, 8 seconden, 7 seconden, 6 seconden, 5 seconden, 4 seconden, 2. Yes, we beginnen. Met z'n drieën. Ik word hoe dan ook derde of ik heb een DNF. En dan staat dat bij mij pro-drijving. Kan ik ook niet mijn eigen auto. Zal ik deze kleine man nemen? Kijk. Miniman. Nou, dit is de laatste race die ik ga doen. Niet voor altijd. Oké, is dit een snel ding? Ja, iedereen rijdt in deze. Ik weet niet hoe je dat begin altijd doet. We gaan altijd super snel bij het begin. Goed, ze moeten beuken. Rijden. Nee, deze race. Daar moet je 10 rondjes van doen. Oh kut, dan sta ik derde.
Hij is niet zo snel, degene voor me. Ja, het ligt niet aan zijn auto, maar... De auto is wel snel. Oh, hij haalde het niet. Hij haalde het niet. Oh. Hoe is hem dat gelukt? Hoe kan je die nou niet halen? Daar had ik echt veel geluk bij me met dit schip. Ik ken deze race al uit mijn hoofd. Gelukdag! Dunne. Deze is heel dun. Ik vind deze race op zich wel chill rijden, alleen... Hij kan wel wat minder lang. De vorige keer toen ik deze deed, ik weet niet of deze ook zo lang duurt. Maar de vorige keer moest ik 10 rondes en dat duurde echt een half uur. En dat was weer fucked up. Maar voor, ik vind het wel gewoon een leuke race, alleen ik wil hem niet 10 keer doen. Ook al sta ik voor de eerste keer. Zo. Nee, dat was een grapje hoor. Ik doe hem sowieso 10 keer. Überhaupt. Maar de volgende, ja, ik word of derde of eerste of tweede. Dat is logisch. Als er meer mensen, nee, dat kan niet meer. Ik snap nog steeds niet waar dat geluid vandaan komt. Dit is leuk. Wow. Oh fuck, nee, alsjeblieft haal ik het. Nee! Sta ik eerst nog op dit? Ja, ik wist dat ik dit nog een keer moest doen. Oeh, ik zal wel eerst. Oké, nu gaat hij wel goed. Oh, nee! Nee! Oh! Nou, hiermee ben ik wel echt fucked up nu. Hier ben ik echt fucked up. Sta ik derde. Oh, hij weet niet hoe die terug moet komen. Kijk, kom op. Volle gas. Alsjeblieft, zeg maar gewoon dat... Oh, ik kan het niet meer halen nu. Dat is echt... Dat vind ik echt slecht gedaan. Dat vind ik echt slecht gedaan voor deze race. Nu heb ik hem, ja. En nu heb ik echt een hele grote achterstand. De scherpe bocht. Hele scherpe. We gaan nu zien hoeveel rondes er zijn. Oh, gelukkig dit keer met 2. Kijk hoe ver die voorloopt, die gast. Gassen, Dave, gassen. Als je hem nog wil inhalen. Want ik wil geen tweede worden. Ik wil eerste natuurlijk worden. Daarvoor ben ik hierbij gekomen. Om eerste te worden, niet om tweede te worden. Oké, als er 3 rondes waren, had ik het misschien nog kunnen halen om tweede te worden. Maar nu weet ik het niet. Nee, die gast is echt ver. Ja, kijk, hij rijdt daarom naar beneden. Als ik heel veel geluk heb en hij maakt heel veel fouten, omdat de spanning is dat hij eerste staat, dan heb ik een kans. Denken jullie misschien ook hem kan inhalen? Deel 2 van de race. Ik moet in één keer stoppen met mijn video met opnemen. Dus ik neem hem verder op. Dus het wordt
gedeeltelijk. Ga ik wel via de computer even aan elkaar vastpakken. Maar ik race dus nu hier. En ik ben nog steeds nieuwsgierig of ik dit überhaupt ga halen. Bam. 50, oké. Nee, hij is denk ik al gaan finishen wat. Ja, ik ben tweede jammer genoeg. Sorry dat ik jullie teleurstel. Sorry daarvoor. Oké, gaan we even een looping doen. We zijn toch nu al laatste. Oh, oh. Wow. Ik heb die trick nog nooit zo gedaan. Oh, nu haal ik het zeker weer niet. Kom, we gaan gewoon helemaal naar boven. Oh, wrong way. Of ik dat nu is. Oh, hij komt uit die bocht. En wat gebeurt er nu uit die bocht? En hij maakt nog even een mooie salto. Maar dat dacht hij nog een keer te doen. En wij doen het nog een keer. We gaan natuurlijk mooi finishen. Nee, 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 nee. Yes. Ik ben tweede geworden. What the fuck? Die is blij. Welke, level 31, weet hij niet of hij op driehoekje of zo moest drukken. 3, 2, 1. Nou mensen, vonden jullie dit nou een leuke video? Abonneer nog even, like en ik check jullie later. Laters.